Waar bist du? Die staat rij van deze en doet ze. Is hij niet haar beelden, John? Het wie dien idee, dus. Dus wat? Door haar stond staan, wist ik net. Dat maar die creep in het bos is die zaak. Hoe is zo en wat was er hier? Ritse. En nou oprotten! Ik heb een voorstel. Als Toad ervoor zorgt dat die omke net wegloopt bij de bouw van mijn nieuwe project, ging ik net naar de politie. Nou, hebben we een deal? Stond, denk je, ben je? Het doof is een huid en die dochter die taf. Dat is een militair. Een ex-militair. Trouwt, een band. Verliet zien hoe ze in Oespanta staan. Zie je deze? Die. Dat is het spoor van een vos. Die zijn moeilijk te volgen. Zal het spoor volgen? Je moet wel heel stil zijn. Want een ree is een heel schichtig dier. Wat is er alle gek gebeurd daar in Afghanistan? Dood. Dat is wat daar gebeurt. Je loopt om de hoek van de straat en bam! Einde verhaal. Mijnen. Bommen. Scherpschutters. De dood ligt er altijd op de loer. Maar neem het ook mee. Het wordt je vriend.
cool, Ossa. Oorlog is niet cool, Justus. Wat is het haakje? Kom maar, kom maar. Rustig opstaan. Hoi, wat zal dit? Wat zal dit? Het is het laatste putje dat de gemeente aangeeft. Ja. Hoezo? Hoezo? Omdat het bos verkocht is. Ja. Ja. Onwaar? Van Oosterbaan. Ik hier dit stik bosk. Oh ja? Oosterbaan, wat met dit er mooi? Wat denk je zelfs? Wat zou een ondernemer als Oosterbaan en mijn zandlapen groen waan willen? Ja, bouwen vanzelfs. Ja. Dit is toch net een leeuwen? Ja. Nou, wat is het noemen van hem, chef? Onke. Ja. Ik bel je hem alleen. Ja, goeiemorgen, mijn Veenstra. Ja. Jo. Oh. Nee, Gerard Riepman, heren. Ja, klopt het dat de Oosterbaan dit stuk bos kocht, hè? Ja, dat is toch net een leeuwen? Medicijnen. Alles gaat mis. Die plan van mijn onke, dat doet niks. De heid van mijn vriendinnetje, die heeft de groen opkocht. Dus je hebt een vriendinnetje? Ja. Die heid van het famke is ondernemer. Oosterbaan. Hij zit mijn omkendwes. Hij wil hier een hotel bouwen. En ik moet mijn omke uitjoegje om Oosterbaan zijn gang in te litten. Huh? Ik ga stijl bij hem. Ja, wat tekens en wat eten. En nu moet ik mijn omke uitjoegje om neer te dwaan. Hoe is jou het oost bij mij om bij de politie? Laffe hond. Die Oosterbaan van jou, die is veel te sterk. Daar begin je niks tegen. Tenminste. Tenminste wat?
Mijn beste maat en ik. We waren patrouille. Hij liep 20 meter voor me uit. En ik kon nog net zien hoe hij over zijn schouder keek om te kijken waar ik was. Totdat hij bij mij stapte. Sindsdien weet ik wat angst is. Dat is wat je moet doen. Je moet die Oosterbaan bang maken. Oké. Ja, helemaal krijg hè. Dat wie een stomme actie van die.